Vermeer een mooie 300ste wedstrijd in eerste klasse te bezorgen. Maric en Kaya zijn ziek, hun vervangers zijn De Pauw en Mertens. Mitchie Bak. Van Aken, daar gaat Harbawi. Van Aken voor doel, had hij blind gezien, De Pauw. Oh, dat moest snel gaan. Harbawi mooi, blind tot bij Van Aken en daar gaat De Pauw. Nee, paas niet perfect. Hier is wel Harbawi. Dutra, ruimte op rechts. Dutra zelf, bal wijkt af. Zoekt Harbawi. Ja, die wordt toch geduwd door Opare. Nee, geen penalty. Zegt Verwekke. Maar ik denk dat hij ongelijk heeft. Nou, Opare, zijn glimlach verraadt veel. Nou, dit is toch gewoon een duw in de rug. Duidelijk, dat kan het toch niet zijn. Hij dekt aan de verkeerde kant en dan moet hij zo ingrijpen. Hoe licht dan ook. Dat de match een heel ander aanzicht kunnen geven nog. Harbawi met Simon in zijn rug. En is Van Damme nog. Lokeren probeert er een fysieke slag van te maken. De Pauw. Harbawi zoeken. Ja, bal tussen de palen. Het is zijn eerste voetpoot. Harbawi. De Pauw. Zoekt Harbawi. Ah, mooi hoe hij die bal aanvalt van ver. Maar hij raakt hem niet goed. Hamdi Harbawi wil zo graag zijn 22e maken. Hij kan Lokeren dus ook in de match brengen weer. Want ze doen... Mooi van Odoi. En dan de goal. Is het Harbawi of is het een on-goal? Dat is dan de vraag. Maar Lokeren heeft eindelijk het doelpunt dat hij al heel lang zocht. Bij het ingaan van de extra tijd. En dan is het belangrijk voor deze Tunesier of hij zijn 22e heeft gemaakt. Want dan is het doel volbracht. Batshuayi. Zijn ploegmaats hebben er alles aan gedaan om die goal van Harbawi te vermijden. Maar uiteindelijk valt ze dan toch. Nou, ik kan het niet zien of dat het Opare is of Harbawi. Het is misschien ook net buitenspel van Harbawi. Maakt Harbawi hem? Nee, het is een on-goal. Het is een on-goal van Opare, dus...